Oh ja, kijk, mensen, we zijn gestart. We lopen langs de Nieuwe Maas nu. Van de Kuiper. Die kant op. U bent, daarnaast is de oude hefbrug. De oude spoorbrug is dat. Kijk, ja, ik loop samen met een oude Rotterdammer, dus die kan me alles vertellen. Maar we zijn onderweg. We zijn nu onder, denk ik, iets onderweg nu. En het gaat goed. Het is mooi weer, het is droog. En we komen straks weer bij jullie terug. Vandaag was een bijzondere dag. Gepland door Melchior Verbon was een mars, een wandeling om aandacht te vragen voor kinderrechten wereldwijd, voor seksueel misbruik, ritueel misbruik en voor geweld tegen kinderen wereldwijd. De mars en de wandeling zijn uiteindelijk op een verschrikkelijke manier behandeld door de gemeente Den Haag. En feitelijk mocht hij niet met een groep zich verplaatsen. De reden die daarvoor aangegeven is, is natuurlijk dat er coronagevaar zou zijn. Zelfs als je aan alle regels houdt, namelijk 1,5 meter afstand, ver genoeg van elkaar lopen, dan geeft de gemeente aan dat dat niet is toegestaan. Daar vinden we uiteraard iets van, dus dat krijgt een staartje. Maar vandaag was desalniettemin een zeer geslaagde dag. Er is gekozen om Melchior samen met een kompaan de route in zijn eentje te laten lopen en hem te onthalen op het Malieveld. Het was fantastisch, want op het moment dat hij aankwam wandelen, ging de zon schijnen. Uiteraard gewoon toeval. Ik ben dankbaar voor iedereen die aanwezig was om hem binnen te halen. Het was ook een goed moment om een symbooluiting te geven in de vorm van een groene vlag met een wit kruis, wat staat voor de kinderbescherming. Het was hartverwarmend om te zien hoeveel mensen, en dat was een kleine groep in de ogen van velen misschien, maar hoeveel mensen er klaar stonden om op hun zondag een man die zegt: ik ga iets doen wat ik eigenlijk helemaal niet zo vaak doe. Ik ga even 31 kilometer in recordtempo afleggen. Ook heel veel dank voor Melchior dat hij dit statement heeft gemaakt. En ik ben heel erg onder de indruk van het tempo waarmee ze hebben gewandeld met z'n tweeën. Zelfs omdat ik nog foto's tussendoor kreeg van: we hebben een koffiepauze. En er was iemand die hen langs de weg eventjes een kop koffie had aangeboden. En als een land als Nederland meer mensen als Melchior Verbon zou hebben, dan zouden heel veel problemen die wij hebben, zouden heel anders behandeld worden. En ik durf zelfs te zeggen, beter. Melchior Verbon, dankjewel. Iedereen die aanwezig was, hartelijk dank. Op naar de volgende ronde. Ik kom hier vandaag mijn steun betuigen tegen de actie van Sven Hilleman. En ik kom vanuit België, ik kom momenteel in Eindhoven, maar ik ben toch 1,5 uur gereden om hier naartoe te komen. Omdat ik al langer het gevoel had dat er iets niet klopte en voelde me best wel een beetje machteloos. En dan vind ik toch dat dit het kleinste is wat ik kan doen, om hier gewoon mee te zijn met andere mensen die ongeveer hetzelfde denken als ik. Ik kwam even checken waar Melchior en Peter waren. Dus dat weet ik ook niet. Dus ik denk dat ze ergens tussen Rotterdam en hier zijn. Lekker met z'n tweeën aan het stappen.
toch bijzonder dat, dat de politie dat komt informeren. Ik denk dat ze afstand houden. Ik denk dat ze het hartstikke veilig doen. Dus ja, ik voel me vereerd dat we begeleiding van de politie mogen krijgen vandaag. Voel je veilig? Ik voel me hartstikke veilig. Ik vind het onvoorstelbaar dat in een land als Nederland jaarlijks honderden kinderen verdwijnen. En dat er in asielzoekcentra kinderen van de ouders gescheiden worden en nooit meer boven water komen. En ja, dit vind ik ernstig en ik hoop dat we hier een bijzonder tegengeluid, of een bijzonder geluid kunnen vormen waarmee we de misstanden in ieder geval aan de kaak worden gesteld. En dat, dat mensen hier een keer dingen over uit gaan zoeken, want dat baart mij nog het meeste zorgen, hoe weinig mensen hier je kennis hebben. Ook omdat het zo ver van de bedshow is waarbij cognitieve dissonantie vaak een grote rol speelt. Maar mensen die weten het niet en heel veel mensen willen het ook niet weten. En dat vind ik wel heel ernstig, omdat zo alles in de doof komt beland. En juist degene die de aandacht verdienen, hè, ook misschien in het revalidatieproces, of dat er bewustzijn is over dit meest diepe litteken denk ik in onze samenleving, dat dat een keer goed aan de kaak wordt gesteld. Het is Den Haag Centraal. Dus we zijn vlak bij het Malieveld. Sla bij de volgende mol. Ja, we gaan even over. Even oversteken. Ik denk dat we toch aan die kant zijn. Zeker dus gewoon van de kou een beetje dikke handen, zeg maar. Yes. Ik op jou, jongen. Nou, we hebben best wel rap gelopen. We hebben even pauzes gehouden. Schrik niet zo snel. Nou, we hebben best wel rap gelopen. We hebben even pauzes gehouden. Schrik niet zo snel. Hi! Ja, oké. Okay. En door. Ik heb even in de live zitten. Wacht even, Peet. Sluit ik er even aan. Krampen je. Hey. Pijn in de rug. Kijk. Goeiedag. Hey. Mogen we een groot applaus. Ja, hier gaan we naar binnen. Hey, dankjewel. Ah, yes, dank u wel. De tour wordt aangepast. Hé, hey, Jaber. Kijk eens, dank u wel, jongen. Zo. Trots op jou, jongen. Trots op jou. Dank u wel. Zo. Loop even door. Dank je wel. Yes, hi. Bedankt, hè. Dankjewel. Ik heb hem iets laat aangezet, houd ruim op 31 kilometer. Ja. Ja. Vanmorgen 6 uur vertrokken. Ja. We zijn 4 uur opgestaan. En we zijn toen om 6 uur gaan lopen. Ja. Mochten de mensen thuis nog willen weten waarom je hier vandaag naartoe bent gewandeld? Uit Rotterdam naar Den Haag. Yes. Jij wilde een boodschap komen brengen eigenlijk in Den Haag. Dat mocht niet op het Binnenhof, dus vandaag dan op het Malieveld. Ja. Terwijl jij aankomt, begint de zon te schijnen. Ja. Het is zeer opmerkelijk. Zeer opmerkelijk, ja.
Welke boodschap misschien in de camera zou je nog mee willen geven aan de mensen in Nederland? Ja, met deze mars wil ik gewoon meer aandacht geven voor het voor kindermisbruik. Alle kindermisbruik die er is, het hele spectrum. En we willen met deze mars een begin maken van vele marsen. We willen elk jaar dit organiseren en openstellen voor mensen. En daarmee stichtingen gaan steunen die puur zijn in onze ogen. Die ook echt slachtoffers en ouders van slachtoffers helpen. Dus we zijn ook bezig met een stichting die hier iets moois van maken. Dankjewel jongen. Ach, ik ben heel trots op jou dat je het hebt georganiseerd en hebt geloten. Dus, ja, dankjewel voor het mede. Veel dank. Dankjewel. Veel dank. Oké. Okay. Nog een medaille. Mag ik jou vragen, hoe ging de mars? Want je hebt een behoorlijk kilometer gelopen. Ja. Ik ben enorm trots op jou, dat weet je. Hoeveel kilometer was het? Het ziet er goed uit. Ruim 31 kilometer. Ruim. 31? Ja. Goh, knap. Wow. Ja, maar je moet het af zelf. Lekker warm ben je nu zeker? Ja, dat ging, ik heb even wat anders aangetrokken net, onderweg. Het was iets te warm. Op een gegeven moment krijg je het, in het begin was het heel koud in de ochtend. Ja, het is nog wel een beetje. Het is nog wel koud. Maar als je dan op een gegeven moment gaat lopen, dan moet je toch een beetje iets anders aantrekken. Dan ga je een beetje en dan heb je gevoerd. Ja. Mijn naam is Lars en ik ben een overlever van seksueel en ritueel misbruik. Ik zet mij in tegen deze thema's en voor de kinderen en volwassenen die hier in hun leven slachtoffer van zijn geworden. Ik doe dit met name middels het gesproken en het geschreven woord. Bewustwording is erg belangrijk, want pedonetwerken zijn omvangrijker dan de meeste mensen weten. De schade die dit soort praktijken aanrichten bij kinderen zijn te zien, meten en voelen tot op latere leeftijd. En verwerking neemt jaren, zo niet decennia, in beslag. Ik neem u mee naar een wereld die u liever niet kent, maar die wel degelijk bestaat en het verstand van menig volwassenen ver te boven gaat. Satanisch ritueel misbruik komt, zoals u het misschien wel weet, op grotere schaal voor dan dat de meeste mensen denken en met name willen geloven. Het is een gruwelijk fenomeen dat zich kenmerkt door bloed en mensenoffers. Kinderen die de meest gruwelijke dingen bij elkaar en volwassenen moeten doen en ook wordt er Satan aanbeden. Het komt voort in zogenaamde sectes of cults. Mijn ervaring met dit gruwelijke fenomeen gaat diep en erg ver. Ik heb gedwongen geitenbloed moeten drinken, ben vaak en langdurig gemarteld en verkracht en het moeten toekijken hoe kinderen werden afgeslacht. Het is eigenlijk zoals gezegd, eerder gezegd, te bizar om met het verstand te kunnen bevatten. Aangezien ik mezelf wel ervaringsdeskundig mag noemen, ga ik nu in op de hoopvolle boodschap van herstel en verwerking. Drie pijlers in mijn herstel zijn en waren muziek, spiritualiteit en naastenliefde. Zonder deze drie had ik het waarschijnlijk niet gered. Er is altijd hoop. En ik hoop dat ik met mijn woorden een extra bijdrage kan en mag leveren aan de collectieve bewustwording van dit gruwelijke thema. Of beter gezegd, drama. De schade en de pijn wegen niet op tegen de dankbaarheid en het geluk wanneer ik mijn verhaal hier kan en mag delen. Ik geloof in mezelf. En daarmee ben ik al een heel eind op weg. Ik heb nog een paar punten die ik graag aan wil kaarten en die mij hebben geholpen in mijn herstel van deze zielenpijn. Want dat is precies wat het is. Daderconfrontatie is het meest efficiënte middel om met het hele gebeuren te kunnen plaatsen. Ik heb mijn vader absoluut niet gespaard. Toen ik hem heb opgebeld en hem mede heb gedeeld dat hij de verkeerde heeft genaaid en dat ik niet zou rusten voordat hij zijn straf kreeg. Maar daar gingen wel jaren aan verwerking, opnames in de psychiatrie en bloed, zweet en tranen aan vooraf. En nog altijd ben ik er nog steeds niet helemaal klaar mee. Maar er, geloof me, er komt een dag dat ik heel en vrij ben en in de kern ben ik dat altijd al geweest. Dankjewel. Ik ben vandaag naar de Protect the Children Mars gekomen, omdat het echt tijd is dat deze beerput van mogelijkheden eigenlijk open wordt getrokken. En het is iets... Ja, ik kan het eigenlijk bijna niet omschrijven, maar ik voel het eigenlijk gewoon in mijn hart dat ik hier naartoe moest. En dan staat iedereen hier in zo'n prachtig kruis en dan breekt de zon door. En dan denk ik, god, we worden echt... eigenlijk bijgestaan, weet je wel. Maar het is zo'n enorme beerput dat eigenlijk zoveel mensen er niet aan willen beginnen, omdat het zo fucking zwaar, weet je wel. Het is zo alleen, zo eenzaam, zo onveilig. En eigenlijk dat gevoel is
is een van de zwaarste gevoelens misschien wel die je kan hebben. Maar daar kan je ook toch mee leren leven. En daar kan je ook... ja, ik weet het niet. Maar ook eigenlijk de tegenkant ervan voelen. Dat er dus eigenlijk een onvoorwaardelijke liefde is. Voor de alle mensen, voor de hele mensheid op deze wereld. En ja, misschien wordt het tijd dat we met elkaar daar eens over gaan praten. En eigenlijk alle bullshit laten vallen van, weet ik veel, uiterlijkheden, vormelijkheden. En ja, dat we misschien weer eens bij elkaar komen en tot elkaar in liefde. Next is